Vlak achter de verzwakte dijk langs het Zwarte Meer woont Anton Canis met zijn gezin. In deze boerderij op Kampereiland. Wij wonen hier nu sinds 1998, dus ongeveer 20 jaar. Mijn opa heeft deze boerderij laten bouwen. Net nadat de afsluitdijk gelegd is, dus toen het hier veilig was. We hebben hier ruim 50 melkkoeien. En dat is mijn dagelijks werk hier. Gisteren met de westerstorm is het een spannende dag. Op slechts 300 meter van de boerderij stijgt het water flink. Hier heb je de vloedlijn van het water van gisteren. En dat is, het water is nu ongeveer weer een halve meter gezakt. Het was halverwege de dijk. Het water stijgt extra doordat de waterkering Rampspool wordt afgesloten. En over een lengte van 2,5 kilometer zijn de dijken verzwakt. Als je aan de norm moet voldoen, er is berekend van dat hij nu op 1 op 50 is. Dus de kans dat hij eens in de 50 jaar dat er een overstroming zou zijn. En de norm die er zou moeten liggen is 1 op de 500. Dus dat hij eens in de 500 jaar kan overstromen. Het waterschap trommelt vrijwilligers op om zandzakken te leggen op de verzwakte plekken van de dijk. Geeft het nou een veilig gevoel? Toen werd het stil. Lastig, nee. Nee. Het is zo'n groot gebied. Heel veel water erachter. Indirect, zichtbaar, visueel zeggen, het is een noodmaatregel. Er wordt wat actie ondernomen. Maar we zien het liever echt anders. Plannen voor de versteviging van de dijk liggen er al jaren, maar zijn nog niet van de grond gekomen. Het waterschap zegt hierover. Begin 2017 is er een pas op de plaats gemaakt. De kosten voor het versterken van de dijk kwamen uit op 9 miljoen, terwijl er 4,6 miljoen euro voor begroot was. Op dit moment is het waterschap bezig met het zoeken naar een goedkopere en makkelijkere manier om de dijk te versterken. Er was ons toegezegd dat eind 2018 de dijken klaar zouden zijn. Dus dat is dit jaar. Maar dat wordt heel spannend en dat wordt heel kort dag. Ik heb er een hard hoofd in. Een flinke teleurstelling voor Anton en bewoners van omliggende boerderijen. Voor ons bedrijf kan het betekenen einde verhaal. Je kunt schades aangebouwen aan installaties, aan je voeropslag. Dat kan zoveel schade betekenen waar we ons niet kunnen voor verzekeren dat het einde verhaal is. De zandzakken zullen nog wel even blijven liggen. Die zijn net zo veilig als een versterkte dijk, benadrukt het waterschap. Die zegt tijd nodig te hebben voor de meest optimale oplossing. Maar belooft dat het goed komt. Al wordt het dan inderdaad 2019.